Dames en heren, jongens en meisjes, DVS TV. Vanmiddag de kraker hier. Tenminste, voor Ermelo is een kraker tussen DVS 33 en IJsselmeervogels. Ik heb het idee dat het voor IJsselmeervogels minder een kraker is dan voor DVS. Jij ook, Roland? Nou, weet ik niet. Dat zou je moeten vragen. Dat weet ik niet. Wij kijken ernaar uit en zien uit naar een mooie wedstrijd vanmiddag. Ik heb het eigenlijk dus over de beleving bij de supporters. Hè. Voor DVS is het natuurlijk uniek. Hè. Uniek natuurlijk dat we in de topklasse zitten, maar ook uniek dat we nu weer tegen IJsselmeervogels mogen spelen. Ja, ik denk wel dat het wel zo leeft bij spelers. Als je natuurlijk promoveert, dan kijk je direct uit naar de grote clubs in de topklasse. Dat zijn mooie wedstrijden en dat zag je ook hier tegen Rijnsburgse Boys. Was natuurlijk een hele mooie wedstrijd en dan hopen we dat we daar vanmiddag ook zo'n mooie wedstrijd van kunnen maken. Ja, als we datzelfde kunnen opbrengen als tegen Rijnsburgse Boys, dat zou wel heel erg mooi zijn, hè? Ja, dat is mooi. Maar goed, iedere wedstrijd is weer anders. Het is ook een beetje van hoe lang blijf je in de wedstrijd zitten. Dat is voor ons van belang. Hun zitten ook wat in een wat mindere periode. En ja, dan moet je ze niet helpen. Hè. Dan moet je ze juist hartstikke moeilijk maken. Dus daar moeten we vanmiddag met elkaar voor zorgen. Kijk, ik ben altijd zo ongelooflijk benieuwd hoe de sfeer in de kleedkamer is voor zo'n wedstrijd. Maar heb jij het idee dat de sfeer in de kleedkamer nu iets anders is dan anders, of niet? Nou, ik weet het niet. Ik kan eigenlijk alleen maar oordelen over de sfeer van mijn teams in de kleedkamer. En dat is volgens mij altijd gewoon ontspannen. De muziek staat lekker aan. Roald is aan het dansen. En een paar anderen die zijn lekker ontspannen. Sommigen die zijn helemaal op zichzelf. Die zijn heel erg geconcentreerd en gefocust. Kijk, iedereen moet dat zelf beleven, zo'n wedstrijd. En ik ga er ook niet als een gek daartussen doorspringen. Ik laat ze lekker met rust. Hun kunnen ze lekker in alle rust voorbereiden op de wedstrijd. En iedereen doet dat verschillend. Ik ben ook heel erg benieuwd naar de invulling van het aanvoerderschap. Ik heb het er natuurlijk in het weekjournaal met Edmund over gehad. Gaat hij nou in de kleedkamer ook nog eens even naar alle spelers persoonlijk of zo? Of maak je dat niet mee? Nou, kijk, de aanwezigheid van Edmund is natuurlijk al fijn voor heel veel spelers. En ja, voor de rest bespreek ik dingen met Edmund. En er zijn er een aantal aanvoerders meer. Dat we met een groepje dingen bespreken. Daar hebben we ook één keer in de zoveel tijd wat overleg mee. Om gewoon dingen te bespreken met elkaar. Van wat leeft er in de groep? Hoe loopt het hele plan wat we met elkaar uitgestippeld hebben? Wat gaat er goed? Wat gaat er minder goed? Wat kan er beter? Nou, dat doen we iedere keer met elkaar. En ja, Edmund is ook niet zo'n type die daar ook als een gek door die kleedkamer rent. Die houdt ook gewoon van zijn eigen voorbereiding op de wedstrijd. Daar is hij altijd heel serieus mee bezig. En dat is prima zo op deze manier. Hartstikke mooi. En jouw voorbereiding, hoe ziet die eruit? Nou, kijk, je hebt natuurlijk je wedstrijdbespreking. Dus daar... Dat probeer jij zo goed mogelijk in te vullen en een inschatting te maken van het plan van vandaag. En ja, dat probeer je ook op verschillende manieren te doen altijd, om ze toch weer te prikkelen. En ja, de ene wedstrijd moet je daar wat meer aandacht aan geven dan de andere wedstrijd. En voor de rest, als mijn bespreking voorbij is, ja, dan zoek ik ook gewoon even de rust. Maar eigenlijk ben ik gewoon aan het wachten tot de wedstrijd gaat beginnen eigenlijk, zo moet je het zien. Oké, over een half uurtje dan brandt het los, Roland. We wensen je heel veel succes vanmiddag. Dankjewel. Wedstrijd tussen DVS 33 en IJsselmeervogels is begonnen. Het fluitsignaal van scheidsrechter Koekoek heeft geklonken en IJsselmeervogels heeft balbezit. Camara, mijn heer. Maurice, kan de bal niet onder controle krijgen. Kan IJsselmeervogels overnemen. Gevaarlijk. Michael de Harde daar aan de linkerkant. Benson stond daar te klaar, maar ook Pinarci doet daar verdedigend zeer nuttig werk. Anders was het geheid een doelpunt geworden. In dit geval dan door Fred Benson. En wederom een hoekschop voor IJsselmeervogels. IJsselmeervogels toch ietsje meer in balbezit. Komt die bal daar indraaiend. Toet. En ook onze doelman Paul Epping die daar de bal prima klemvast heeft. Zag er gevaarlijk uit. Maurice de Ruiter. Ali Akla. Initiatief. Maurice de Ruiter. Iets te ver voor zich uit. Maar het bal komt toch bij Pinarci. Roland de Vries. Wacht rustig.
Gaat de combinatie aan met Velda. Pinacci. Pinacci nog steeds. Balbezit. Goed. Mooi paasje ertussendoor. Ali Akla. Ja, ja, ja. Ja, ja. Oh, wat is dit mooi. Buitenspel. Oh, jammer, jammer, jammer. Jammer, jammer, jammer. Buitenspel. Zag het net niet goed genoeg. Was een prachtige steekbal van Pinacci. Ali Akla die daar volkomen vrij stond. Maar helaas in buitenspelpositie. Maar goed, dit enthousiaste moment hebben we wel weer mee kunnen pikken. Even genieten, maar heel kort. En toch niet krachtig. Mike Arends met de corner. Komt die bal. Achterin daar is... Oh, Kai Velda. Stond daar toch vrij. Kopt de bal over. Gebeurt allemaal in de 20ste minuut. Joran van Zanten. Hairi Pinacci. Joran van Zanten. Yasin Koert. Mike Arends. Mike Arends. Keurige combinatie daar met Yasin Koert. Mooi gevoetbald. Heeft nu ruimte. Komt een man in zijn rug. Kai Velda kan gaan schieten. En die schiet daar de bal op de lat. Mooie afstandsschot van Kai Velda. Dat verdiende eigenlijk meer. Prachtig. Komt die bal daar hoog. Strafschopgebied in. Met DVS kan opruimen. Maurice de Ruiter. Mike Arends. Prima ingegrepen Basile Camara. Maar daar nog steeds. Ja, een overtreding van Edmund Mijnheer. Hij zag vanuit de rug niet eens Benson. Maar ja, die stond daar dus toch. En die... Die maakte toch een beweging met de bal aan de voet. En ja, daardoor raakte die Edmund Mijnheer. Dat was toch een overtreding. Goed gezien, scheidsrechter. Koekoek. Maar wel op een verschrikkelijke afstand voor DVS 33. Een heerlijke afstand. Paul Epping heeft de muur klaargezet. Dit is natuurlijk een billenknijpmoment voor DVS 33. Komt die bal daar? Maar via het hoofd van een van de mensen in de muur... is het gevaar voorlopig bezworen. Houdt IJsselmeer volgens wel balbezit. Middels de volgende vrije trap. Vrije trap. Te nemen door El Gourari. Komt die bal daar. Hoog voor. Maar weggekopt door Roald de Vries. Ali Akla. Die daar met een sneltrein twaart vandoor gaat met de bal. En dan heel, 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 heel hard door moet gaan. En wat gaat daar gebeuren? Wat gaat daar gebeuren? Wat gaat daar gebeuren? Ja! Die bal die gaat erin. Het is niet te geloven. Jongen, jongen. Ali Akla die daar helemaal doorging. En via de voet van die verdediger. En wanhopig lopend achter die bal aan. Om te proberen dat foutje goed te maken. Gaat die bal er toch nog in. Het was Maki Zodila die deze score voor zijn rekening neemt. 1-0 in het voordeel van DVS 33. En een fantastisch mooi doelpunt. Heel goed doorgaan van nummer 7, Ali Akla, doelpuntenmaker. Vrije trap in de 38e minuut van Roald de Vries in de richting van Maurice de Ruiter. Kan hij die bal binnenhouden? Jazeker. Kai Velda. Maurice de Ruiter. Roald de Vries. Kijken of hij die bal in de strafschopgebied kan brengen. Ja, yes, bal schiet door. Ali Akla kan bij die bal. Gaat zijn man opzoeken. Komt die voorzet. Daar is Maurice de Ruiter achterin. Die gaat die bal koppen. En Mike Arends kan daar net niet bij die bal om hem op het doel te koppen. Roald de Vries brengt de bal in de richting van Ali Akla. Kan de bal zitten houden? Nee. Goed verdedigd door de nummer 9, Frank Schaap. Joran van Zanten zit daar goed voor zijn man. Gaat ook door. Geeft de bal aan Maurice de Ruiter. Schiet op de bal fantastisch binnen. Maurice de Ruiter. Wat een doelpunt in de 39e minuut. Hij krijgt de bal terug van Joran van Zanten. En hij kijkt en prikt hem bij de tweede paal binnen. Fantastisch. DVS op een 2-0 voorsprong.
na 39 minuten voetballen tegen IJsselmeervogels. Kees Toet staat daar ook weer klaar. Die heeft de diverse gescoord met zijn hoofd. Komt die bal? Prachtige reactie van Paul Epping. Schitterend. Daar behoedt hij DVS 33 voor een 2-1 voorsprong. Heel belangrijk voor de ploeg, Paul Epping. Die het toch deze eerste helft van de competitie fantastisch doet. Als tweede keeper. Vrije trap voor Roald de Vries. 2-0 voorsprong tegen de Rode uit Spakenburg. Prachtige vrije trap, Roald de Vries naar Yasin Koet. Velda, Maurice de Ruiter. Weer zo'n schitterende combinatie van DVS. In samenwerking met Yasin Koet, Maurice de Ruiter, Mike Arens en Kai Velda. Geweldig. 44 minuten gevoetbald. Gaat Mike Arends daar vandoor. Een hele mooie actie kan daar geven aan Ali Akla. Die gaat de 3-0 noteren. 1 minuut voor de rust. Komt DVS op een 3-0 voorsprong. Een hele mooie assist van Mike Arends op de vrijstaande Ali Akla. En die kan voor een leeg doel intikken. 3-0 DVS. Scheidsrechter Koekoek fluit voor de laatste keer in de eerste helft. Ruststand 3-0 in het voordeel van DVS. Gaan we aan de thee, aan de koffie en wellicht aan een frisje. Spelers staan klaar voor de tweede helft. Scheidsrechter kijkt op zijn klokje en geeft het beginsignaal van deze tweede helft. Wissels zijn er. Yasin Koet toch niet genoeg hersteld van zijn blessure. Daarvoor in de plaats. En nu met de bal aan de voet. David van de Groep. Hollard. Van der Laar. Overtreding weer. Van der Laar. Stevig ingrijpen. Krijgt daar ook terecht de gele kaart voor. Daar even wat duwen en trekken tussen Pinarsi. En hij krijgt zijn tweede gele kaart. En hij mag met rood van het veld af. Ja, dat is natuurlijk ook dom van die speler om dan zo te reageren. Een rode kaart. Het is hier dus 11 tegen 10. Ingooi voor IJsselmeervogels, de aanvoerder. Gooit hem in de richting van Benson. Daar zit Edmund Meijner goed tussen. Mike Arends. Joran van Zanten. Er geweest stevig ingaan van die spelers van IJsselmeervogels. Oh, heerlijk Mike Arends. Wat doe je dat mooi. Zo doe je dat. Joran van Zanten. Edmund Meijner. Richting van Maurice. Joran van Zanten. Mike Arends. Maurice de Ruiter. Mooie bal op Kai Velda. Oh, en dan kan die keeper net bij. Wat een fantastische aanval weer van DVS. Terecht applaus vanaf de tribune. Daar een goede paas op Benson. Die gaat schieten. En die pakt Paul Epping net voor de lijn. In tweede instantie kan hij die bal pareren. Mike Arends, Hairi Pinarsi, Roald de Vries, Kai Velda. Kijken of DVS weer kan bouwen aan een mooie aanval. Dat gaat gebeuren. Kai Velda terug op Roald de Vries. Hairi Pinarsi, Kai Velda, Maurice de Ruiter. Goed verdedigend werk van Basile Camara.
Oh, er moet wel even iemand naar die bal toe. Joran van Zanten stapt daar heel goed in. Speelt de bal iets te ver voor hem uit. Nee, hij mag mee aanvallen. Joran van Zanten, goede bal. Oh, dat past net niet. Kan Mike Arends nog bij die bal? Ja hoor! 4-0 voor DVS 33. Doelpuntenmaker Mike Arends in de 22e minuut van de tweede helft. Na een prachtige aanval. Opgezet mede door Joran van Zanten. Komt de bal bij Mike Arends. En Mike Arends maakt de 4-0. Voor DVS tegen IJsselmeervogels. Kai Velda. Heiko Epe. David van der Groep. De scheidsrechter die fluit precies op de 45e minuut af. Een heel mooi resultaat vanmiddag hier voor DVS 33. Een fantastische overwinning op IJsselmeervogels de Rooie. Eindstand DVS IJsselmeervogels 4-0. Hartelijk dank heren scheidsrechters voor de prima leiding. We noemen de heer Kokkoek, de heer Knecht, de heer Van der Staaien en de heer Fickert. Na deze voor DVS's legendarische middag, waarin DVS 33 IJsselmeervogels vernederde, staan hier twee spelers die mij onder andere opvielen. Maar ik had er ook net zo goed 11 spelers bij kunnen roepen, denk ik, Joran. Ja, ik denk dat we allemaal een topprestatie hebben geleverd vandaag. Niemand uitgezonden, dus voor iedereen een groot compliment dat je IJsselmeervogels met 4-0 oprolt. Inderdaad, is dit nu het product van een maand of twee, drie heel duidelijk met een doel bezig zijn? Ik denk het wel. Maar ik denk ook dat dit het minimale moet zijn wat je moet brengen elke zaterdag. Dat dit de ondergrens moet zijn. En dat is moeilijk en daar moeten we aan werken. Maar we hebben laten zien dat ze het kunnen. Gaan we nog meer genieten dit jaar? Daar ga ik wel vanuit, ja. Ja, daar ga je vanuit, hè. Je mocht vanmiddag weer tegen de rode. En dat geeft toch wel wat extra's. Zeker voor jou als ex-blauwe. Ja, klopt. Het is altijd leuk om tegen rode te spelen gewoon. Omdat het gewoon een goede club is. En ik heb ook nog 2,5 jaar bij de blauwe gespeeld. Dus dat maakt het extra leuk. En het was duidelijk vandaag. Het was heel erg duidelijk. En je zag het heel langzaam maar zeker ontstaan. Hè? Na de eerste 20 minuten ging het wat gelijk tegen elkaar op. Ieder een kansje, ieder een hoekschop. Maar daarna begonnen jullie werkelijk voetbal te spelen van hele hoge klasse. Ja, nou, tot aan de goal ging het inderdaad gelijk op. Zij had op dat moment volgens mij ook die kopkans, die Paul fantastisch pakt. Nou, en dan valt die 1-0 voor ons gelukkig. En dat mag ook wel eens. Vorige week wilde hij er niet in en nu gaat hij erin. En vanaf dat moment hebben we eigenlijk de wedstrijd naar ons toe getrokken. Dat eerste doelpunt, dat viel gelukkig, zegt Joran. Maar het is toch wel weer een kwaliteit van Ali Akla. Dat hij dan juist in zo'n situatie doorgaat, hè? Ja, dat is duidelijk bij Akla. Die wil gewoon het liefst gewoon doorheen. En dat lukt ook vaak. En dan krijgt hij misschien met geluk mee, maar dat dwingt hij gewoon af. En dan krijg je dat tweede doelpunt. Die prachtige interceptie van jou. Beschrijf hem eens. Die linksback wilde volgens mij die linksbuiten inspelen. Zo'n rechterbal. Ja, waar die volgens mij eigenlijk niet zoveel mee kan. En ik anticipeerde op. Ik kom ervoor. 1-2 met Ali. En ik speel Maus op zijn rechterbeen aan. Die kapt hem naar binnen. Ja, die schiet hem in de kruising. Ik bedoel, dat hij hem zo afmaakt. Ja, vertel het gaat, schiet hij hem hoog over. En dan heeft niemand er meer over. Dus, Precies. En dan dat derde doelpunt. Een mooie actie van Mike Arends daar op rechts, hè? Ja, klopt. Ja, het is duidelijk dat we Mike dicht bij de 16 willen hebben gewoon. En waar hij gewoon heel goed in is. En hij heeft gewoon zijn ding gedaan vandaag. Ik vind het wel heel typisch voor de ploeg DVS 33 dat ze individuele kwaliteit hebben. Dat ze makkelijk een mannetje kunnen uitspelen. Waardoor er in de rest van het veld heel veel ruimte ontstaat, hè? Ja, dat klopt. Het is altijd belangrijk dat je mensen hebt die een speler uit kunnen spelen. En voorin hebben we er twee, met Maurice en Ali. En Mike kan het ook gewoon heel goed. En de rest moet zich erop anticiperen.
Nou, dit was vanmiddag natuurlijk ongelooflijk genieten. En zeker voor jou speciaal. Want ja, je hebt je toch hersteld van een even iets mindere periode. Heel logisch hoor, voor een 19-jarige. Of ben je al 20? Ik ben net 20 geworden. Grote jongen. Ja, nee, kijk, ik heb twee wedstrijden om binnen gespeeld. En het is dan zaak om die draad weer op te pakken. En daar ben ik heel bewust mee bezig. Nou, ik denk dat het vandaag al aardig ging. Een andere positie. Dat heb ik gewoon zo goed mogelijk proberen in te vullen. En dat ging wel aardig. Die draad hebben jullie geweldig opgepakt. En ik wil je nogmaals feliciteren, Hayri Pinassi en Joran van Santen. Oké, bedankt. Ik sprak daarnet met de spelers van DVS en ik had het over een legendarische wedstrijd. Het is een legendarische wedstrijd voor DVS 33, voor IJsselmeer volgens daarentegen niet. Frans Adelaar. Ja, dat klopt. Ik vond dat we wel aardig begonnen en strijdlust toonden. En goed kort op elkaar speelden tot aan het doelpunt. En het doelpunt dat viel op miraculeuze wijze. De bal wordt in de diepte gestoken en als ik het goed heb, ging nummer 7 van DVS 33 ging de diepte. Ali Akla. Ja, de namen die moet je me niet allemaal, die heb ik nog niet uit het hoofd geleerd. En dan ging onze snelste man ging daarin mee, Janik Makkesudilla. En onze keeper die deed ook nog goed mee, want die komt goed zijn goal uit. 10 meter buiten de 16 meter. En ja, als je er niet bij bent geweest, dan geloof je het misschien niet. Maar hij schiet de bal tegen onze verdediger aan en die gaat van 10 meter buiten de 16... gaat hij de goal in. En dat was voor ons een breekpunt. Want daarna zie je dat de kopjes gaan hangen. En dan zie je dat we daardoor elke keer te laat zijn. De tweede goal zijn we in de opbouw aan de linkerkant. En die wordt ingespeeld op een linkerspits van ons. Die niet meedoet. Laat zij aftroeven door de rechtsback en ze steken door. En uiteindelijk wordt het de 2-0. En de 3-0 zijn we ook in balbezit in het linker verdedigingsblok. Een middenvelder die de bal eigenlijk qua oplossing gewoon aan Kees Toet moet terugschuiven. Maar voor een andere oplossing kiest. Bal kwijt is, hop, in de rug weg wordt gestoken. En die wordt zo vrij binnengelopen in het centrum. Dus voor ons is het breekpunt de 1-0. Waar de kopjes gaan hangen, waar we in de teleurstelling gaan zitten. En daarna help je DVS, die het uiteraard goed uitspelen. Complimenten daarvoor, maar die help je daardoor in het zadel. Ja, ik denk dat dat wel een redelijke analyse is. Maar IJsselmeervogels had natuurlijk ook wel een tegenstander die in staat is om dit af te dwingen. Deze fouten. Nou, kijk, ik ben het wel met de trainer eens dat de eerste 10 minuten waren gewoon voor hun. Toen waren wij wel wat zoekende. En dan moet je het wel compact houden. Dan moet je daar wat grip op krijgen. Ze speelden wel een beetje verwacht, of zoals wij hadden verwacht, maar we moesten daar toch wel iets op aanpassen. Hè, dus dat hun linkerkant toch wel vrij diep speelde. Uiteindelijk krijgen we wel wat grip op die wedstrijd. Dan komen we in de eerste fase wel redelijk goed door, maar dan krijgen we wat meer grip. En dan vind ik wel dat wij een aantal momenten wel hebben laten zien van de ruimte die we dan krijgen. Dan zijn we wel goed aan het inspelen, doorbewegen. En ik denk dat dat gewoon ook de kwaliteit is van deze groep. Zeker na de 1-0, dan geeft dat zoveel vertrouwen natuurlijk. Hè. Je speelt hier tegen een gerenommeerde tegenstander. Je hebt volle bak in huis. Spelers kijken ernaar uit en dan kom je op 1-0 voorsprong. Ja, natuurlijk een beetje gelukkig. Maar goed, dat helpt natuurlijk. In ons geval helpt dat enorm. En de fase daarna, daar heb ik wel genoten van mijn ploeg. Daar hebben we uitstekend voetbal laten zien met heel veel bewegingen. Heel veel korte combinaties, wat we graag zien. En uiteindelijk een 3-0 ruststand waarin wij op de eerste 10 minuten na vond ik prima gespeeld hebben. En dan probeer je natuurlijk in die rust in te praten op de spelers. Tactisch misschien wat te wijzigen. Wat gebeurt er dan in zo'n kleedkamer? Nou, dan wijzen ze erop dat de kopjes niet moeten gaan hangen. Dat wij moeten gaan strijden. En de tweede helft onze huid zo duur mogelijk moeten verkopen. En niet moeten toestaan dat we hier afgeslacht worden. Want dat doen we onszelf aan. En natuurlijk speelt DVS 33 er goed uit. En dan de tweede helft is het eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Er is meer strijd. En dan ontstaat er uiteindelijk een situatie dat Mike van der Laar een gele kaart krijgt. En nog geen 5 seconden daarna laat hij zijn door Pinacci, laat hij zijn uit de tent lokken. En duwt hij hem weg. Waardoor hij de tweede gele kaart krijgt. Nou, dat is het domste wat je doen kan. En dan sta je met 10 man en dan weet je dat die wedstrijd helemaal gespeeld is. Ja, inderdaad. En ja, dat,
je zou DVS nog kunnen verwijten dat ze met de ruimte die ze geboden kregen eigenlijk nog wel wat verder hadden uit kunnen lopen, of niet? Nou ja, kijk, de eerste fase na rust vond ik wel dat we goed starten. Want we waren toen wel heel duidelijk op zoek om waren aan het voetballen om het doelpunt te maken. Niet om het tegen te houden. En dat vind ik wel een compliment naar mijn groep. Dus in de rust heb je natuurlijk heel veel blije spelers zitten. En dan is het, dan kun je wel allerlei clichés uitgooien, maar dat heeft niet zoveel zin. Het gaat erom van wat ga je doen en hoe ga je het aanpakken. Hè? En ik vond dat we wel op zoek zijn gegaan naar de 4-0. En die maken we uiteindelijk ook. Ja, en als hij dan toch iets mindere punten moet aangeven, dan is het wel de laatste fase. De laatste 10 minuten zo'n beetje. Ja, dan denk ik gewoon, als onze kwaliteit positiespel is, dat is onze kracht, het inspelen, doorbewegen. Ja, dan moeten we daar nog meer gebruik van maken, vind ik, in de laatste fase, om nog wat meer kansen te creëren. Maar de ploeg had natuurlijk ook al enorm veel gegeven. Dus het is aan de ene kant ook een klein beetje begrijpelijk, al heb ik er nog wel eens moeite mee. Ja, oké. Nou is het een kwestie van, Frans, resetten de boel bij IJsselmeervogels, hè? Dat klopt, ja. En daar dan begin je de maandag weer mee. En er zitten de kopjes. En je moet zorgen dat het zo snel mogelijk uit die kopjes is. En dat is... En dat is een heel kwaai, maar daar gaan we ons uiterste best voor doen. Daar wil ik je heel veel succes bij wensen en ik bedank je voor dit interview. Zorg dat die kopjes, zoals je het zo mooi zegt, op zijn Utrechts weer recht komen te staan. Hè? Ja, nou ja, volgens mij is het accent niet helemaal. Nee, niet helemaal goed. Niet helemaal goed. Tegen wie spelen jullie volgende week? Volgende week spelen we thuis volgens mij tegen Excelsior Maassluis. Daar wens ik je heel veel succes bij. Oké, Roland. Bedankt voor dit interview. Dankjewel. En bedankt voor het prachtige spel wat DVS het publiek geboden heeft. Alle mensen bedankt. Ja, alle sporters. De sfeer was fantastisch. Helemaal. Oké. Bedankt.